Lieve mensen, ik groet je weer opnieuw in de naam van de Heer Jezus. Hij die ons lief heeft, die het licht van ons leven is en die ons ook in de nabijheid van God brengt. We hebben een paar weken lang een serie over nabijheid. En deze keer wil ik met je stilstaan bij jezelf in de nabijheid van God brengen. Jezelf bij God brengen. En ik doe dat aan de hand van een babushka. Een babushka is zo'n houten poppetje die uit 5 verschillende kleine poppetjes bestaat. De eerste poppetje is eigenlijk onze buitenkant. Het is wat je ziet en hoort, zo op het eerste gezicht, als je iemand ontmoet. En weet je dat er ook mensen zijn die op deze manier met God omgaan? Ze brengen hun buitenkant bij God. Ze hebben het ook over de dingen van de buitenkant. Zoals eten, drinken, zorgen, dagelijkse zorgen. Daar beperkt ook hun gesprek met God zich over. Maar de buitenkant is wel mooi en die moet ook zeker bij God komen. Maar er is wel meer en God roept je eigenlijk ook tot diepere dingen om met alles bij hem te komen. Deze tweede babushka die kleiner is en die het eerst eruit komt, dat is eigenlijk een familiaire babushka. Zoals ze je thuis kennen. Je man, je vrouw, je kinderen. Als je zelf niet goed weet wie je bent, dan kan je altijd hun nog vragen. Je broer, je zus. Ja. Ik denk maar aan boosheid. Als ik boos ben, dan zult u dat niet zo snel van mij horen en zien op het werk van de bemoedigingsheid. Maar mijn kinderen en mijn man zien dat wel. Dat is deze babushka. Hij laat iets meer van mij zien. En deze babushka, zou je kunnen zeggen, die staat voor de derde. Die staat voor alle verlangens, alle passie, alle verwachtingen ook die ik heb. Ken jij dat wel, teleurgestelde verwachtingen? Die zijn pijnlijk hoor. Die zitten hierin. Die worden gesymboliseerd in een babushka die zeker al aan het lagen heeft voordat je daarbij bent. Maar God wil erbij komen. God wil daar nou juist bij komen en met je daarover spreken. De ene laatste, kleinste babushka, ene kleinste, zou ik willen zeggen, die gaat voor de kinderjaren, onze kinderjaren. Je maakt van alles mee als kind. Ze zijn zo fundamenteel voor wie je bent. En deze kleine babushka, die draagt de allerkleinste babushka. Weet je, ken je de uitdrukking Nederland op zijn smalst? Ik zeg wel eens, dit is Gerrie op haar smalst. Kleiner ben ik niet. Dit is mijn emoties. Onze emoties zijn niet altijd zo heel groot en volwassen. Sommige emoties, die noemde ik vroeger wel eens, dat is kinderachtig van me. Maar dat doe ik niet meer. Sommige emoties zijn kinderlijk, maar niet kinderachtig. Daar zit verschil tussen. En ik heb geleerd dat de Heer de beste plek is om te praten over al deze verschillende emoties. Ik lees je voor uit Psalm 68. U liet een milde regen neerdalen, God, en schonk uw uitgeput land nieuwe kracht. Uw kleine kudde ging er wonen, in uw goedheid, God, gaf u het aan de zwakken. Weet je, sommige woorden zou ik gewoon een klein beetje willen veranderen. Om ze ook toepasbaar te maken voor hier, voor nu, voor dit onderwerp. Wij hebben milde regen van God nodig in de nabijheid. Als we onszelf brengen
En eigenlijk voor de Heer al die verschillende baboeskas etaleren. En niks achterhouden, maar alles in de nabijheid brengen. Het uitgeputte wat je soms kunt hebben, kan nieuwe kracht van God krijgen. En God geeft speciale aandacht aan die allerkleinste. Aan het allerzwakste. Ja. In zijn goedheid. Het is goed om nabij de Heer te zijn. Breng jezelf in de nabijheid. Hou niet dingen achter. Leer jezelf kennen. Leer jezelf kennen en leer met al die verschillende dingen die je tegenkomt ook in jezelf, al door naar God te gaan en met Hem te spreken. En laat Hij het beïnvloeden met milde regen van zijn goedheid over al deze verschillende fasen, stukjes van jouw mens zijn en mijn mens zijn. Mag God je hiermee bemoedigen. Dat bid ik je toe. In Jezus' naam. Graag tot de volgende keer. Amen.